Bossenaar Youssef Chabouni van 25 jaar werd vorig jaar april in de Kruiskamp in Den Bosch door zijn hoofd geschoten. Dat gebeurde bij een heftige vechtpartij tussen twee groepen Marokkaanse jongeren. Vandaag ging de rechtszaak tegen vier verdachten weer verder. Deze megarechtszaak, waar 9 dagen voor is uitgetrokken, is nu uitgesteld tot januari. De verdachten hebben telefoongesprekken gevoerd en die zijn afgeluisterd en opgenomen. De rechter wil nu dat een deskundige gaat bepalen of er in die gesprekken duidelijk wordt dat er vertrouwelijke informatie is gelekt. In de afgeluisterde gesprekken zou informatie zitten die van de twee griffiers zou moeten zijn. Daarom moet een deskundige alle opgenomen telefoongesprekken gaan onderzoeken. Wat dat betreft is de kernvraag, heeft de griffier over het verhandelde in de raadkamer in deze strafzaak gesproken met derden? De advocaten van de verdachten vragen zich af of het wel een fair proces is. Als vertrouwelijke informatie gelekt is, kunnen getuigen hun verklaringen aanpassen, waardoor het geen eerlijk proces meer is. Het onderzoek gaat weken duren en in januari gaat de zaak weer verder.